Dit bijenvolk zit in een dedankkast en bezet nu 9 ramen. De ramen deel ik op in een broedkamer en een voerkamer. Zo zit het volk lekker compact in de winter. En het voer wordt de hele winter door opgehaald uit de voerkamer en opgeslagen in de broedkamer. Zo ziet dat er dan uit. De eerste 4 ramen zijn nu de voerkamer. Die zitten tegen de wand aan. Dan komt er een sluitblok en dan 4 ramen in de broedkamer. Dan weer een sluitblok. De sluitblokken sluiten de broedkamer af. Die sluitblokken zijn geïsoleerd. Die zijn goed warm. De warmte blijft dan goed bewaard in die broedkamer. Straks sluit ik ook de bovenkant van de ramen af met een doek en nog een isolatiemat, waardoor de warmte volledig tussen de ramen bewaard blijft. In de broedkamer hoeft nu ook geen broed meer te zitten. We noemen het de broedkamer omdat hier straks het broed terechtkomt. Maar de meeste koninginnen zijn nu volledig uit de broed. De vliegopening zit de hoogte van de broedkamer. Dat betekent ook dat de koningin in dat gedeelte zal blijven. Hier zitten ook de ramen die nog ruimte hebben voor het broednest. In de voerkamer zitten de vollere ramen. Ik wint erin met in totaal ongeveer 15 kilogram voer.